Ja, dames en heren, hele mooie aankondiging. Een beetje te veel van het goede, denk ik. Maar ik vind het erg leuk om in dit gezelschap iets te vertellen over de urgentie van het onderwerp waar je mee bezig bent. En de manier waarop ik denk dat je het eigenlijk nog iets sneller zou kunnen doen dan wat je vaak ziet. Ik heb het een beetje zodanig gezet dat ik de ambitie zo hoog mogelijk wil aangeven. En ik laat zien wat ik aan goede voorbeelden vind om een goede aanpak te krijgen van regionale innovaties. Het gaat over, mij is gevraagd om te praten over duurzaam leven en bouwen. Oh ja, doe ik dat wel. Duurzaamheid als ideaal is een afschuwelijk begrip, moet ik eerlijk zeggen. Het is een begrip wat heel vaak is misbruikt. Bijvoorbeeld de Coca-Cola, die altijd gezegd heeft, we maken duurzame flessen. Maar dat deden ze omdat het veel goedkoper was. En dat is een van de laatste producten. Ik noem het nou verhaallijke duurzaamheid, omdat het woord overal voor gebruikt wordt. Dit is te duur betaalde duurzaamheid. De windmolens op zee, 12 miljard gaat het kosten. En de prijs van de energie die is 6-7 keer hoger dan de prijs die je dus met zonne-energie en wind op land kan gaan halen. Dat betekent dat je naar duurzaamheid gaat kijken. En uiteraard de wet van Moore, wat ook Ruud al een beetje noemde. Maar deze is wel heel erg spannend. Want wat is die wet van Moore? Dat is namelijk de wet die begon in 1972, toen Gordon Moore, de oprichter van Intel, zei dat die chip die ze maken, die kan over 2 jaar voor hetzelfde geld dubbelen. En dat doen we nog 10 jaar. Nou, het bleek 50 jaar te zijn, want dat hebben we net een paar maanden geleden met z'n allen gevierd. En dat betekent dat we dus deze lijn hebben. En de aardigheid, het is niet een rechte lijn, want dit is een logaritmische curve. Met andere woorden, het is een exponentiële ontwikkeling. Die blauwe punten zijn van Intel en de rode punten zijn van de concurrenten. En dan zie je dat dit is de grootste game changer van de samenleving eigenlijk op het ogenblik. Dus in het begin is het allemaal niet zoveel. Maar nu op dit moment zitten we dus in een fase waarin het een ontzaglijke grote ontwikkeling is en heel, heel sterk is. Betekent in feite, als ik het kort zeg, dat in 2 jaar tijd evenveel informatietechnologie wordt toegevoegd aan wat er al is als in de afgelopen 48 jaar. Dat is de grote snelheid waar je mee bezig bent. Dat betekent, we zitten in een exponentiële ontwikkeling. Hier heb je dus een normale as en dan in de eerste tijd gebeurt er niet zoveel. Dus in de jaren 70 en 80 hadden natuurlijk een aantal bedrijven hadden een computer, maar je merkt er niet van. En op het ogenblik zitten we helemaal aan het eind van die curve. En die gaat nog 10, 20 jaar door. Na 2020 gaat de technologie een beetje veranderen. Dan gaan we de nullen en de enen gaan we opvullen met allemaal cijfertjes ertussen. En dan kunnen we nog een tijdje verder. Maar wat nou belangrijk is, is eigenlijk dit verhaal. Wat is nou een digitale ontwikkeling en waarom is het zo belangrijk ook voor hier? Je moet altijd kijken, ben ik exponentieel bezig, ja of nee? En exponentieel is genetica, je DNA is zonne-energie en is de computertechnologie. De eerste fase onopvallend, de tweede fase is doorbraak, hebben we net gehad. Maar dan komt het. Alles wat digitaal is, wordt lichter. Gaat minder gewicht zijn, gewoon minder kilo. Onze economie groeit al jarenlang niet meer in kilo's. Het is altijd goedkoper. Iedere volgende fase is goedkoper. Het allerbelangrijkste is, die technologie komt in handen van iedereen. Dus het feit dat je zo'n supercomputer in je iPhone hebt zitten, betekent dat er op het ogenblik heel veel mensen beschikken over die technologie. Dus dat is de prijsdaling die we dus hebben. 50% iedere 2 jaar, dus nu al 50 jaar lang. Zonne-energie, waarom kon ik eigenlijk al 8 jaar geleden voorspellen dat zonne-energie in 2025 gratis is? Als je me googelt, vind je dat terug. Gelooft men nog steeds niet. Maar dit is de curve. En je gaat dus, nou, ik hoef er niks van te zeggen, ook dat is een exponentiële ontwikkeling. En hier zie je dat die minder gewicht is. Want dit had je nodig 20 jaar geleden om deze functies te kunnen doen. Alleen wij zijn natuurlijk wel bezig met wat gaat er over 10 jaar gebeuren. En nu heb je al je iPhone in een horloge. Google is bezig met een iPhone in een contactlens. En de volgende fase is dat je een hersencel krijgt waar je mee kan bellen en communiceren. Maar goed, dat is een... Dit is zonne-energie. Dit zijn de goedkoopste cellen. Worden ook in Nederland gemaakt, maar over de hele wereld gecoördineerd.
En dat zijn de vellen waarmee die zonne-energieopwekking in alle mogelijke architectonische vormen en allemaal dingen kunnen worden uitgerold. Het is de democratisering. Het is dan die zelfrijdende auto die er genoemd is. Nou, dat is toekomstmuziek. Hij gaat over 2 maanden rijden tussen station Ede en Wageningen over de normale weg. Hij rijdt al in Singapore, hij rijdt al in Luxemburg. In Amerika wordt hij nu gebruikt. En je kan er met z'n 10 in, zit geen stuur meer op, zit geen rem meer op de openbare weg. En je geeft even aan waar je heen gaat. Dat is die zelfrijdende auto. En dat is het aardige van het vak futurologie. Je kan nu praten over producten die er al zijn. En dan mag je dus inderdaad praten over wat zijn dan de gevolgen daarvan. En dat is best interessant. Dus als je hier dus die stadspoort gaat maken, is toch wel handig dat je een paar van die wagentjes hebt lopen. En die kan overal heen. Ze kunnen tot 25 kilometer per uur. Alleen in Amsterdam is het een beetje moeilijk met al die fietsen, want dan komt hij geen meter verder. Maar hier in Deventer gaat het prima, denk ik. Mercedes is er al vooruitgelopen. In het begin van dit jaar hebben ze een nieuwe auto laten zien. Er staan de stoelen dus met de vieren. En dat betekent dat je mag gaan multitasken als je gaat autorijden. Nou, het feit dat dit soort bedrijven zich daar nu aan wagen, weten ze ook dat er geen alternatief is. En natuurlijk, waarom maak je je eigen auto niet? Dus dat betekent, die technologie van de 3D-printer komt in handen van de burger. En dit is dan een bedrijf die er nu mee bezig is. En ze zijn nu bezig om dus een vergunning voor de weg aan te vragen. Dat kost bijna niks meer. Dat is ook leuk. Maar waarom doe je het hier niet? Ja. Stadspoort. Opening. Nou, je gaat met die zelfgemaakte elektrische auto. Oké. Je print je eigen auto. Maar dat is dus een nieuwe tijd. Nou, we hebben op het ogenblik meer dan 5 miljard mensen met een mobiele telefoon. Op de 7,5 miljard mensen op de wereld is dat echt onvoorspelbaar. Die hebben nu 2,5 miljard mensen hebben dus internetaansluiting. En dat groeit naar 5 miljard in 2020. Dat betekent dat de hele wereld met elkaar verbonden is. En dat is echt. Met andere woorden, de technologie democratiseert, maar ook het onderwijs democratiseert. En een van de leuke dingen is op de universiteit waar ik dan zit, die beginnen ook nu met de MOOCs, zoals dat dan heet, de gratis cursussen. Maar in Delft, die waren net 2 jaar eerder, die heeft de universiteit al ruimtes voor mensen die dus ook zo'n cursus volgen, die elkaar gevonden hebben op internet, gratis cursus. En in die gratis cursus moet je mekaars werk nakijken, peer review heet dat. En die vinden elkaar af en toe, gaan ze een paar weken naar Delft toe, want dan hebben ze dus een paar docenten ingehuurd om hun even bij te praten voor wat zij colleges. De complete ketenomkering van de universiteit, maar ook een andere vorm, maar het geldt ook hetzelfde voor ambachtshuizen. Het gaat niet meer om de schoolverlaters. Het gaat natuurlijk ook om de schoolverlaters die op school zitten, maar het gaat om de hele populatie, al die mensen willen met een 3D-printer omgaan. Al die mensen willen zelf hun spullen gaan repareren. Al die mensen willen in die IT-technologie verder. En dat betekent dat het onderwijssysteem gaat voor de hele bevolking heel groot uitrollen. En dat is die democratisering van die technologie. En die heeft hele grote gevolgen. Want wat je nou bijvoorbeeld ook dit gebouw ziet. En dan wordt er dus gezegd, dit moet een huis zijn voor ondernemers. In mijn beleving is die tijd voorbij. Want er is meer kennis buiten die ondernemingen dan daarbinnen. Ik geef straks nog een paar voorbeelden daarvan. Maar dat betekent dat eigenlijk de kennis zit overal. Het gaat erom dat je die kennis gaat mobiliseren. En dit moet een mobilisatiecentrum worden van kennis. Een publieke aangelegenheid waar mensen hun kennis gaan brengen naar die ondernemers toe. En dat is de democratisering van die nieuwe tijd. En dan geef je een echte grote impuls van. Dus nog even over dat duurzaamheid. Autonoom rijden is duurzaam, zeker als je het in 3D doet. Woning isoleren is binnenkort niet meer duurzaam, want als de energie gratis is, waarom zou je dan nog je auto, en dat is ook nog duurzame energie, waarom zou je dan je woning nog isoleren?
Terwijl je dus best een beetje CO2 kan gebruiken. En wat de overheid verplicht meer aan CO2 te doen, uitstoot te doen, is niet duurzaam, omdat eigenlijk de verwachting is van de agenda dat ze dus die fossiele industrie nog hele lange tijd door zal gaan. En vanmorgen stond al in de krant dat opnieuw dat Klaas Knot van de Nederlandse Bank bang is voor de aandelen van de fossiele industrie. Omdat we weten eigenlijk dat ze over 10 jaar nauwelijks meer bestaansrecht hebben. Behalve als die oliemaatschappijen alle materialen voor de 3D-bouw in de hele wereld gaan doen, dan hebben ze nog een leuke nieuwe afzetmarkt. En anders is het echt gebeurd met de handel. Hoe moet je het dan wel doen? En wat wij dus tegenwoordig altijd aangeven tegen de mensen van, maak geen scenario's, maar doe het op een andere manier. En zo schrijf ik op het moment ook mijn eigen verhaal. Van, luister eens, je hoort mensen, je hoort dingen die hier gebeuren. En dan, wat je dan doet is, begin met een leeg vel papier. Je moet echt, als je naar de toekomst kijkt, moet je niet weten wat je wil. Als je weet wat je wil, werk je uit de paradigma's van vroeger. En die gaan juist veranderen. En dan ga je je focussen op een bepaalde ontwikkeling in de toekomst. En dan pak je maar een heel klein stukje van de mogelijkheden. Dus je moet weten, van ik weet het niet. Mijn nieuwste boek die er volgend jaar uitkomt, dat heb ik ook zo geschreven. Ik ben gewoon begonnen met knippen wat ik interessant vond. En toen dacht ik dat ik wat had. En ik heb het 4 keer herschreven voor het klaar was. En toen had ik een paar dingen gevonden die ik eigenlijk toch wel heel gek vond. Dat is eigenlijk de manier waarop je naar kijkt. Dit komt ook van Google af, hoor. Dat is ook wat ze daar allemaal gedaan hebben. En het is ook de manier waarop op het ogenblik die nieuwe computers met kunstmatige intelligentie geprogrammeerd zijn. Als je een vraag stelt aan een computer, dan heeft hij geen antwoord van tevoren. Dan gaat hij allemaal zoeken, gaat hij toetsen. En dat toetsresultaat krijg je dan terug als antwoord. Experimenteren, opnieuw beginnen. Dat is de weg van het doen. En dat is dan ook het verhaal van Google, wat ik even het korter moet doen. Maar wat dus Google hier zegt, en dat is het laatste, is het allerbelangrijkste. Altijd een focus hebben op het eindgebruiker. Als een bedrijf zegt, ik heb 3 doelen. Moet duurzaam zijn, moet winst opleveren. Hè. Moeten er gelukkig mee worden. Vergeet het. 1 ding. Op het ogenblik is het, als je 3 doelstellingen hebt, kan je altijd marchanderen tussen de doelstellingen. Dat mag niet. Je moet er 1 hebben. Open innovatie. De universiteiten in Nederland gaan kapot aan het feit dat iemand een goed idee via de juridische afdeling het gaat beschermen. En die tijd is echt nu echt helemaal voorbij. En je moet groot denken. En dat moet echt groter nog dan wat ik hier af en toe gehoord heb. Niet bang zijn voor mislukkingen, want die bestaan er niet, want je weet niet wat de toekomst gaat doen. Dus als er iets niet lukt, is het geen mislukking. Maar dan heb je gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Creëer een platform. Dit gebouw is een platform waar iedereen binnen kan komen. En je nodig hebt, maar kies een doel wat ervoor doet. Dus dat moet een massively transformative purpose zijn. Het moet iets nieuws zijn. De moonshot komt er op het ogenblik aan. Heel veel bedrijven die wat willen, die willen dus echt alles. En die voorbeelden zijn er natuurlijk ook. Ja, dus de Tesla waar we het over hadden. Wat doet Elon Musk? En die zegt, wij gaan door dat alles elektrisch is. Ze maken nog steeds verlies. Maakt niet uit. En ze hebben ook gezegd van, luister eens, wij maken nu 60.000 auto's en over 5 jaar zijn het er 500.000, maar dan hebben we nog niet ons doel bereikt. Dus vorig jaar hebben ze al hun patenten opengegooid. En iedereen die met de Tesla kennis auto's wil maken, be my guest. En dat is interessant. En dat is de manier waarop het gaat. Open innovatie, dat heb je hem dus mee. En dat is dus allemaal, dit is gebeurd en dat is voor heel veel grote bedrijven toch een schok. Omdat ze dus altijd ook nog aardig verdienen aan het feit dat anderen hun kennis betalen die ze ontvangen. Maar je moet eens kijken hoe het eigenlijk gaat in de high-tech. Toch een verhaal wat heel weinig mensen zich wil realiseren. Waarom gaat die chiplijn zo omhoog en zo recht? Dat komt omdat deze jongens, die kan het allemaal op internet vinden, 20 jaar geleden begonnen zijn om het samen te doen. Dus dat betekent dat de hele sector van de chips
3000 man hebben dus één platform gevormd. Waar de helft nog maar Amerikaans is. Vroeger waren het bijna allemaal Amerikanen. En nu doen de Chinezen mee, de Israëliërs doen mee, de Zuid-Afrikaanse, de Brazilianen allemaal mee. En die kijken van hoe kunnen we die wet van Moore in stand houden. En die hebben een paar jaar geleden besloten om die chips tegenwoordig te printen. Omdat ze zo klein zijn. Wat kost dat? 20 miljard. En wat is toen gebeurd? Daar heeft ASML 6 miljard van gekregen. Dat is natuurlijk een prachtige mooie fabriek in Eindhoven. En die is wereldleider. Maar heeft het zelf niet bedacht wat hij aan het doen is. Die maakt op het ogenblik machines die nu uitgerold wordt met dit geld. Maar dat is helemaal gecoördineerd met z'n allen. Dus alle kennis die er in de wereld is, gaat in dit onderwerp. En toen dus dat uitkwam, toen heeft dus ASML in zijn persbericht ook gezegd, waarom zijn we mee bezig? Om de wet van Moore te continueren. Met behulp van deze EUV-machines. En die EUV-machines worden op het ogenblik dus voor het eerst gebruikt. Dan zijn die klaar en die worden nu dus uitgerold. Dus dat betekent dat je met ook op dat niveau samenwerken. Er is geen bedrijf meer op het ogenblik die in deze sector nog wat kan. En hetzelfde gebeurt op het gebied van duurzame energie en zonne-energie. Gewoon wereldwijd, al die ingenieurs die spreken allemaal Engels. En die doen het allemaal samen. En dit is ook een aardige, dit is IBM met zijn Watson. Een nieuwe supercomputer. Daar hebben ze 3 miljard in geïnvesteerd. Zitten daar met 3000 man op. Het gaat niet snel genoeg. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een familie gesticht. En dat betekent dat er nu dus 3500 mensen voor eigen rekening en risico samenwerken om zelf applicaties te maken. En in Nederland zijn op het ogenblik 4 ziekenhuizen bezig om op het gebied van de kankertoepassingen met de Watson betere diagnoses te maken. Voor ziekenhuizen, kunstmatige intelligentie. Dus je ziet allemaal voorbeelden dat ze. Dus zelfs een IBM, waar 400.000 mensen werken, kan niet meer in zijn eentje zo'n product ontwikkelen met zo'n snelheid. Wat helemaal een prachtig iets is. En die hebben dat dus nodig. Hebben dus de samenleving nodig van mensen die voor eigen rekening risico met je meedoen. En als je wat goeds hebt, komen ze ook. Kijk maar. Kennis is gratis, is op het ogenblik het mantra. Een ondernemer die een goed verhaal heeft, kan gratis kennis krijgen. Nou, dat gebeurde eerst met dit. Het was een beetje inspiratie voor mensen. Dat is een Amerikaans bedrijf. En wat doet hij? Die verkoopt t-shirtjes met een printer op. Misschien kennen jullie het voorbeeld wel. En wat doen ze? In het netwerk hebben ze al hun klanten gevraagd. Als jullie een leuk ontwerp hebben, stuur het maar in. Want wij kiezen elke week 3 leuke ontwerpen. En dan is er een platform waarbij ze alle inzendingen zetten. En dan mag je kiezen. En dan hebben de klanten hebben dan zelf de 3 beste gekozen. En die krijgen dan $2000. En dan ben je natuurlijk geweldig, Piet, dat jij dus daar zo jouw design ziet op iets wat in de winkel ligt. Nou, ze maken 30 miljoen winst, 30 miljoen omzet. En ze hebben een winstmarge van 30%. Want ze hebben geen verkopers in dienst. Ze hebben geen ontwerpers in dienst. Het kost niks. Ja, die $2000 dan. Dus je hebt een win-win situatie gecreëerd. Mensen werken voor jou omdat ze daar een kick van krijgen. Omdat hun ontwerp in productie wordt genomen. En zij doen de rest. Dat doet Samsung. Volgende maand weer. 3000 man gaat dan naar Samsung toe. Iedereen betaalt $299. Die 3000 mensen die krijgen dan workshops. Maar ook de tools van Samsung. En die tools van Samsung, nou dat gaat zo. Samsung zegt, wat is onze toekomst? We hebben geen idee, zeggen ze dan, what's next? Ik weet het niet. Maar jullie beslissen. Dat betekent, wat jullie aan het doen zijn, dat geeft een richting aan onze strategie. En wat krijgen de tools en de SDK's, de software development kits. En er lopen een man of 100 van Samsung rond en die kijken waar ze mee bezig zijn. Met die $299 betalen al die mensen hun eigen kosten. Maar ze zien wel nieuwe vrienden. Ze zijn wel helemaal bij met de laatste ontwikkelingen. En ze geven hun kennis weg. Een win-win situatie. Dat is interessant.
En waarom doen die mensen dat? Omdat we ook in Nederland 1 miljoen ZZP'ers hebben. En we weten dat ze maar 3 dagen in de week gemiddeld betaald werk hebben. En die andere 2 dagen hebben ze hard nodig om bij te blijven, om nieuwe mensen op te doen en dan nieuwe netwerken te vormen, nieuwe producten te maken. En daar doe je het geconcentreerd in 3 dagen en het kost maar $290. Vandaar dat het volgeboekt is. Nou, dat zijn de nieuwe vormen waarbij je de hele community laat meedraaien in de producten die je hebt. En dat is die democratisering van die technologie. Omdat de high-tech kennis niet meer in het laboratorium van de grootste bedrijven zitten of op de universiteiten zitten. Maar die high-tech kennis zit overal in de samenleving. De beste mensen werken niet bij ons, zeggen de grote bedrijven. Want de meeste kennis zit buiten. Nou, dan krijg je dus allemaal van dit soort voorbeelden. In Duitsland doen ze het. En de hackathons, doe je precies hetzelfde. Ook in Nederland hebben we er nu een paar gehad. Het begint nu langzamerhand ook in Nederland op te komen. Maar dat betekent dat deze mensen, die vinden het leuk om een paar nachten door te werken. Maar die gaan dus helemaal tevreden naar huis. Want ze hebben dus heel veel nieuwe energie gekregen. Kost niks. Nou, die moet je dus hier hebben. En als je over al dit soort onderwerpen, ik zeg het een beetje flauw, maar een aantal van die onderwerpen die nu kwamen, prima, die leg je open. Wie wil er met je meedoen? Wie wil je komen halen? Doe het in hackathon vorm. En kijk maar op YouTube. Je weet precies hoe je het doen moet. We gaan naar de strategie toe. En dan gaan we naar zo'n robuuste strategie voor de stedendriehoek. Ik heb Deventer maar wat groter gebracht. Maar als je naar Deventer gaat, ik heb er een paar jaar geleden ook een keertje in Deventer mogen praten, dan hebben we het over de boeken gehad. En dan zie je dat de boekensector bijna weg is, maar uit Deventer. Maar ze hebben nog altijd de historie en de naam. En dan zeg ik, als je nou rekening houdt dat er in Nederland 500.000 mensen met een boek bezig zijn. Waarom? Ja. Omdat men iets zou achterlaten voor anderen, over hun familie, over hun eigen dingen enzovoort. Als je dan weet dat het Nationaal Archief van Nederland voor een deel gedigitaliseerd wordt en nog steeds verder gedigitaliseerd wordt. Met andere woorden, je kan het Nationaal Archief digitaal naar Deventer halen. Als je weet dat ze bezig zijn in die wereld met de Watsons van deze wereld, nieuwe algoritmes te vinden om jouw wereld te vinden in deze wereld. Als je weet dat je nu voor een paar honderd dollar je genetisch profiel hebt en dat er databanken zijn om te weten of jouw voorouders uit Afrika komen of uit Frankrijk. Dat betekent dat er voor heel veel mensen kennis beschikbaar is gekomen. Kennis waarvan wij nog niks hebben. En als je dan dus in Van Deventer nu gaat zeggen, luister eens, we gaan nou het zaakje omdraaien. Want vroeger maakten we hier boeken en dan mochten al die 100.000 mensen mochten dat lezen. Nou draaien we het om. Al die 100.000 mensen mogen het nu schrijven. En die komen hier naar Deventer toe om steun te krijgen bij het vinden van informatie. Want om in je eentje erin te komen moet je even wat les hebben. En dan ga je al die mensen met een ruitersblok ga je dus hier halen. En die gaan een weekje Deventer doen. En ze gaan weer helemaal naar huis. En ze betalen ervoor. Dan heb je een grote toeristische sector. Nou, ik bedoel maar wat. Dus ik dacht van nou, kijk, dit is de oude tijd. Die tweedehands boekenmarkt heb je natuurlijk nog in Deventer. Maar maak er ook eens een andere van. Nou, zo kan je op het gebied van mobiliteit, we hebben verschillende vormen van mobiliteit gezien. Maak er één concept van. Bijvoorbeeld voor de toerist die hier komt. En tegenwoordig is het mogelijk om iedereen te volgen met een drone. Dus een toerist die dus zonder kaart de bossen ingaat, dan ga je zwerven en ga je zoeken. En op een gegeven moment wil je weten waar je bent, druk je op een knopje. En dan komt er een drone boven je hangen en die zegt, luister eens, daar ben je. En als je nou 10 minuten die kant op gaat, dan ben je weer thuis. Ik noem maar wat. Is er nu allemaal? Er zijn 50.000 bedrijven in de wereld die drones maken. Gigantische markt. Nou, met andere woorden, die strategie betekent dat je hem groot moet maken,
Dus daarom, ik geef ook voorbeelden van, je moet het centrum worden. Waar de mensen dus hun eigen boeken kunnen schrijven. Je moet het centrum worden waar je heel veilig toeristisch kan zwerven op de Veluwe. Of nog een paar van dit soort zaken. Je moet de, als je niet nationaal of Europees of mondiaal bent, dan gaat het waarschijnlijk heel snel dood. Meestal omdat anderen precies met hetzelfde onderwerp bezig zijn, maar iets eerder klaar zijn. En iets goedkoper zijn. En dan moet je aan Heliantos denken van Nuon in Arnhem, die dus met een hele mooie nieuwe fabriek begon met zonnefolie. Ging een jaar lang hadden ze het nodig om hem op te starten. En toen waren de prijzen een stuk gedaald en hij is nooit meer in productie gekomen. En die prachtige technologie. Alleen men had niet in de gaten dat er een soort wet van Moore in de zonne-energie zat. Maar ze waren niet de enige. Het ultieme is de prijsvraag. En dat kan altijd. Er zijn verschillende onderwerpen die zich daarvoor zouden kunnen lenen. En deze club doet het al 20 jaar met heel veel succes. En die zeggen eigenlijk dat de grote doorbraken komen van prijsvragen. Dat is de allergoedkoopste manier. Dus de eerste vliegtuig van New York naar Parijs, van Lindbergh, was een prijsvraag. De zelfrijdende auto, 2007, de DARPA-races, was een prijsvraag. Met Duitse technologie, vandaar omdat de Duitse bedrijven nu op het ogenblik voorlopen op dat punt. En zo zijn er heel veel. Nou, dit is een eenvoudig voorbeeldje. Dit is de prijsvraag van 2 jaar geleden, toen de BP de oceaan bij Mexico had verontreinigd. En toen zeiden een aantal mensen, die olie moet uit het water. En er is wel een apparaat, maar dat is niet helemaal goed. Wie kan er eentje maken die het apparaat 2 keer zo goed kan maken? Prijsvraag uitgereikt. Dit is een Wendy Smit. Dat is een rijke weduwe. Die vond het wel leuk om de naam eraan te geven. 2 miljoen voor de prijsvraag en 2 miljoen voor de organisatie. En Shell betaalde op een gegeven moment deze laboratoria, want die heeft toen de testen gedaan en dat vonden ze wel goed voor hun naam. Nou, een van de grappen daarvan is, dat kan je op internet vinden, dat nummertje 7 van de ranglijst van de best presterende was een tattoo shop eigenaar die een paar hardtech vriendjes had. En met die hardtech vriendjes hebben ze gekeken, kunnen wij niet een beter apparaat maken? En die hebben het in ieder geval heel ver gehaald in de scores. Als bewijs dat kennis overal aanwezig is. En wat zij zeggen, voor 4 miljoen dus uiteindelijk, hebben wij dus in totaal 50 bedrijven gekregen die allemaal apparatuur hebben gemaakt om de zee schoon te maken. En dat gaat heus niet onmiddellijk de vuilnisbak in als je de prijs niet wint. Want je gaat door en er is een hele nieuwe sector ontstaan die in staat is om water schoon te maken van verontreinigende stoffen. En je hebt een nieuwe sector. Met andere woorden, als je hier op het gebied van 3D-printen of een bepaalde manier van mobiliteit een prijsvraag maakt en je kan hem wat breed uitzetten, gaan er heel veel mensen gaan allemaal die nieuwe batterij maken of die nieuwe fiets maken of die nieuwe auto maken. Nou, 1, 2 of 3 die krijgen een prijs en de rest gaan allemaal door met nieuwe mobiliteit. Nou, dat is vooruitgang. Over 4 maanden komt dit apparaat op de markt. De tricorder komt ook hier vandaan. Dat is een iPhone waar 15 ziektes kunnen worden gedetecteerd door de patiënt zelf. Hebben ze gemaakt voor de gebieden in de wereld waar weinig artsen zijn. Maar iedereen kan hem gebruiken. Zelfs een hartattack kan je dus proberen te voorspellen daarmee. Er zijn allemaal van dit soort zaken. En daar hebben ze inderdaad 4 jaar aan gewerkt. Men is bijna klaar met de testen. En het is bekend dat hij dus begin volgend jaar in productie gaat. Maar er zijn 150 bedrijven geweest die hiermee bezig zijn. Dus daarmee komt er een waaier van nieuwe apparatuur in de zorg. Wat de patiënten zelf kunnen kijken van hoe zit het met mij. En al die mensen die nog hardlopen met zo'n ding van Nike. Zeggen we straks verouderde apparatuur. Het gaat zo hard. En dat geeft dan ook weer een hele aardige verandering. Ik kom tot mijn conclusie. Er is een paradigma shift in de economie. Het zijn niet meer de bedrijven die de motor van de economie zijn.
De bedrijven van ik. Dat was wel zo in de jaren 70 en 80. Toen we het begin hadden van de zeg maar technologische revolutie. Toen was de technologie nog in handen van de georganiseerde bedrijven. En voor de consument was het heel ver weg. Maar eigenlijk na de Millennium Shift, eigenlijk vanaf 2000... En hebben de bedrijven in Nederland en dan ook in andere landen hebben heel nadrukkelijk die computer gebruikt om het eigen proces te verbeteren. Robot die het werk overnam. Goedkoper en beter. En dat heeft geleid tot overproductie van de oude producten met de nieuwe technologie. En daar hebben we eigenlijk de crisis van 2008 aan te danken. En nu zitten we in een fase van structurele stagnatie van de economie, omdat heel veel bedrijven nog steeds moeite hebben om de nieuwe technologische mogelijkheden te gebruiken voor nieuwe producten. En we zien op het ogenblik heel sterk dat wie doet het dan wel? Dat is de crowd. In de crowd komen op het ogenblik met de start-ups en de komende nieuwe producten en de nieuwe dingen voor. En het is niet meer het Haagse circuit waar de grote bedrijven zitten met de grote macht, economische macht. Nee, de grote drivers, de grote veranderaars zitten allemaal eigenlijk in de kleine bedrijven, in de gelegenheidsbedrijven, in de mensen die niet georganiseerd zijn. En dat is die democratisering. Dus het is de beroepsbevolking zelf die de motor van de economie is. Dus als je als gemeente Deventer wat wil, moet je die burgers gaan organiseren om die economie te stichten. En moet je niet aan de bedrijven vragen van jongens, zouden jullie alsjeblieft een keertje om de tafel willen gaan zitten. Want jullie moeten hier samen gaan werken om iets te gaan doen. De krachten liggen daarbuiten en die zijn veel beter te organiseren. Dus hackathons, allemaal van dat soort dingen moet je allemaal hier in deze zaal gaan brengen. Dan vraag je mensen die een doel hebben die bij hun passie passen. Een ander doel kan je haast niet hebben. Het is zo moeilijk om te zeggen, ik ga zo'n bedrijf opbouwen of ik ga dat product neerzetten. Nee, begin met je passie. En dat zie je op het ogenblik, zeker bij die high-tech bedrijven, die kies je erop. En dat betekent van, doe het vooral niet alleen. Deel je werk met iedereen, doe het samen. Want in je eentje kom je nooit door die brei van steeds veranderende nieuwe mogelijkheden heen. En tenslotte, maak er iets leuks van. Ja, ik ben een beetje aan het kijken, maar kunnen we niet een spektakel maken van de Jobs of Holland? Want ik vind het altijd aardig met de Voice of Holland. Het feit dat de manier waarop ze met die mensen omgaan, daar komen altijd weer theaterartiesten uit. Ze krijgen een enorme opleiding. Dus op het moment dat wij een aantal kansrijke ondernemers hebben en die zetten we in zo'nzelfde goede begeleiding en die gaan we dus in een half jaar helpen, heb je straks de meest mooie ondernemers. Een aantal bestaande bedrijven vinden dat niet zo leuk. Maar maak er een ideeëncentrum voor werk van. En mobiliseer de mensen van wat kunnen we in deze regio eigenlijk doen. En dan is eigenlijk, dit is waar ook Ruud mee kwam. Met de ondernemer die een dromer is. En als hij succesvol is, dan droomt hij niet meer. Maar dit is eigenlijk de lijn wat je heel vaak op het ogenblik leest. Never fail to fail. Dat betekent als er een mislukking is, is het geen mislukking, dan ga je dus door. Maar je moet nooit ophouden, altijd doorgaan, altijd doorgaan, altijd doorgaan. Want er komen iedere keer nieuwe opportunities. En eigenlijk, om dan met een afknapper te eindigen, als je niks doet, gebeurt het toch.